Het is een komen en gaan hier op circuit Zandvoort van echte Formule 1-fans. De grote vraag bij hen is natuurlijk, gaat Max Verstappen voor de vierde keer op rij de Dutch Grand Prix winnen? Hey, hoe is het hier? Ja, goed. Koud. Ja, ik zie een McLaren en een Verstappen naast elkaar. Gaat dat een beetje? Zeker, gaat het. Vader en dochter gaat altijd, hè? Ja, dus, ja. Soms niet hoor, soms niet. En hoe lang sta je hier al? Voor mij 9 uur of zo. Jeetje, ja. Het is al de hele ochtend. Ja, we zijn al sinds 4 uur onderweg, 4 uur vanochtend. Ja. Dus, waar kom je vandaan? De Hengelo. Je hoeft eigenlijk niet de vraag, ik kan het wel horen, maar... Ja. Hey, maar jullie zien er gekleurd uit. Ja, klopt. Ja, heel beeldig zo, hè? Zijn jullie dit weekend ook bij? Zeker. Veel zin in bier. Gelukkig wel, anders was ik niet vandaag zo gaan lopen, hoor. Alle drie de dagen? Ja, het hele weekend zitten we er. Wat betaal je daar nou voor? Oh god. Heel veel geld. Echt heel veel. Ja? Ja. Waar moet ik een beetje aan denken? Onze tickets waren €500 per persoon. En dan moet je ook nog overnachting rekenen. Iedereen betaalt natuurlijk een hoofdprijs omdat je Zandvoort wil slapen. Dus reken maar na hoeveel. Wat verwacht je van dit weekend? Oei. Ja, als Max Verstappen fan hoop ik natuurlijk wel dat hij gaat winnen. Maar ik heb een klein beetje mijn twijfels. Ik hoop natuurlijk dat Norris wint. Maar ik denk dat Verstappen gaat winnen helaas. Maar ja. Verwachten jullie dat hij hem voor de vierde keer gaat winnen of wordt het nog spannend? Ik denk het wel. Hij kent dit wel, dus ik heb vertrouwen erin. Hebben jullie nog een beetje vertrouwen in dat er nog iemand komt die denkt van nou, dat lust ik wel? Nee. Eigenlijk niet. Ja, ze komen vooral in een auto. Dus ja. Zijn er allemaal geweest. Dus. Ja, we hebben echt nog 5 pakken over of zo. Dus ja. We hadden er 6. Dus jullie hadden wel hoop, zeg maar, van tevoren. Maar wel, ja. Maar... En op wie of wat sta je nu dan nog te wachten? Hopelijk Verstappen. We hebben net zojuist een rondje mogen lopen op bij de pitstraat. Dus even wat renners gezien. Max nog op de foto gehad. Dus heel erg leuk. Kijk, met iedereen op de foto. Ja, Gasly. Ja. Dus Max is al binnen. Max is al een tijdje binnen. Ja, ik denk dat er nog heel veel mensen hier in de rij staan die nog op hem staan te wachten. Ja, dat is balen. Weet je, dan gaan we aan bier. Ja, dan gaan we naar binnen. Ja, daar gaan we. Ja, hij is al binnen. Oh, wil. Dus je stond ook op hem te wachten? Ja, wij stonden ook te wachten. Ja. Maar ja, nou gaat het niet door, hè? Ja. Stoppen we ermee, dan gaan we een biertje halen. Ja. Het is goed. Ja, een biertje halen, joh. Proost! Ja, dankjewel, Wexen.